Dierenasiel Drenthe in 10 jaar tijd nog nooit zo vol. Oogstdag weer als vanouds in Lee. Zonnige en succesvolle trekkerslep in Hooghalen. Het ziet er heel schattig uit, maar eigenlijk is het ontzettend triest. Bij het Drents Dierentehuis in Bijlen krioelt het momenteel van de jonge kittens. In jaren tijd hebben ze nog nooit zoveel moeten opvangen. Op dit moment zitten hier 380 katten die allemaal als zwerver in het asiel zijn beland. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen 10 jaar niet meer meegemaakt, zoveel. Donderdag berichtte RTV Drenthe nog over een aantal gedumpte jonge katjes bij de Bachelhuizerplas. Maar volgens Alwin Tol is daar helaas maar weinig nieuws aan. De dierenambulances brengen ze hier 4-5 keer op een dag dat ze voor het hek staan om weer kittens te brengen. Hoe dit aantal in een paar jaar tijd zo heeft kunnen toenemen, weet Alwin niet precies. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die katten houden als huisdier. Wat we ook zien is het merendeel wat binnenkomt zijn gewoon leuke sociale katjes. Dus die zijn gewoon mensen gewend. De enige logische verklaring is dat mensen nog steeds toch niet laten castreren en steriliseren. Wat doen jullie nu met deze katjes? Nou, dus in eerste instantie gaan ze quarantaine in. Worden ze door een dierarts nagekeken, krijgen ze hun entingen. Een chip krijgen ze allemaal. En heeft de eigenaar 14 dagen de tijd om zijn huisdier weer bij ons op te halen. Doet hij dat niet, wordt hij na die 14 dagen wordt het dier eigenaar van het asiel. En dan mogen wij ze dus gaan herplaatsen. Dus als mensen interesse hebben in zo'n katje, dan zou dat kunnen? Ja, wij zijn alle dagen geopend tussen 12 en 4 uur. En mensen kunnen dan bij de katten gewoon geheel verblijvend langskomen om te kijken of er wat voor hun tussen zit. Voor de mensen die de kittens dumpen, heeft Alwin nog wel een advies. Wij blijven zeggen dat het twee dingen zijn die heel belangrijk zijn als je katten hebt. Dus en castreren, steriliseren, zodat er niet nog meer bij komen. En laten chippen, zodat ze, als ze gevonden worden, makkelijk weer met een eigenaar herenigd kunnen worden. Dat het overigens om leuke, nieuwsgierige kittens gaat, werd tijdens het interview wel duidelijk. Zodra de vooropvang, noemen we dat, weer vol is, moet het weer de quarantaine in. Dus wij moeten ruimte blijven maken. Er zat een kat in mijn broek. Oh. Ja, ondernemend zijn ze wel. Daar gaat hij weer. In mijn broek gewoon. Het dorp Lee stond vandaag weer volledig in het teken van roggen. En dan met name het maaien ervan. Dat doen ze op deze 43e editie van de jaarlijkse oogstdag wel iets anders dan de rest van de tijd. Je houdt de zijs, hou je net over de grond en dan maai je het af. En dan til je hem tegen het laatste, tegen de roggen, til je hem iets op. Dan ligt hij mooi vrij voor de wellers die als er achteraan komen. Die kunnen hem dan makkelijk bij elkaar wellen om een bord van te binden. We proberen hier op de oogstdag door middel van demonstraties en allerlei activiteiten te laten zien hoe het leven omstreeks 1900 was. En vroeger deden ze natuurlijk veel met de hand. Nadat de losse roggen netjes in bosjes is verzameld, gaat het naar de ouderwetse dorsmachine. Die haalt de graankorrels los van de planten. Bezoekers kunnen dus precies zien hoe het oogsten in zijn werk ging. Maar er is nog veel meer te doen. We hebben een braderie waar je overheen kan struinen. We hebben oude trekkers die hier tentoongesteld staan. We hebben een kinderakker waar allerlei activiteiten zijn voor kinderen. Ja, echt van alles wat, voor ieder wat wils. Behalve voor de bezoekers is het ook voor de mensen uit de omgeving een leuke dag. Maar toch had het door het stoppen van veel bestuursleden niet veel gescheeld of de oogstdag was er helemaal niet meer geweest. De 40e oogstdag, dat zou in eerste instantie de laatste zijn. En toen, dat werd wat bekend en toen hadden we zoiets van, dat willen we eigenlijk niet, want het is een heel mooi evenement. En hier in Dwingelo leeft het ook echt heel erg. We hebben ook heel veel vrijwilligers, dus dat zegt ook wel iets over hoe de oogstdag gezien wordt. En we hadden eigenlijk zoiets met elkaar, dit moet doorgezet worden. Bezoekers zullen weinig hebben gemerkt van de bestuurswisseling. De oogstdag zit nog altijd in het vertrouwde jasje. Ja, we hebben wel ideeën, maar we moeten eerst maar eens even kijken hoe ze het altijd deden en dan kunnen wij aanpassingen gaan maken. Wat is hier de sportbaan? Ja, zo ver mogelijk naar die 100 meter. En waarom is dat leuk? Ja, moet toch wel met de vrije tijd, hè? Tijd voor de jaarlijkse trekkerslep in Hooghalen. Trekkers uit verschillende gewichtsklassen en met verschillende pk's moeten een sleepwagen met gewichten zo ver mogelijk trekken. Volgens mij is met 71 nog wat. Ja, ik ben tevreden. Ja? Ja, kan altijd meer, maar het is wat het is, hè? Ja. Volgend jaar weer kans.
Maar wat voor de ene dagje uit is, is voor de ander serieuze sport. Het hele spelletje komt echt neer op hoe je trekker in balans is. Je bandenspanning, echt 0,2 bar kan al verschil maken. Welke versnelling je kiest. Dit is geen hobby meer, dit is sport. Dit is echt sport, ja, absoluut. En sommigen die maken er ook echt een sport van om elke instelling perfect te hebben. Het zijn wel vooral mannen die rijden. 77 en 45. Die zijn er wel, maar die doen vandaag niet zo heel veel mee. Die zijn er wel. Die komen ook wel af en toe tussendoor. Maar die zijn gisteravond in de vrouwenklas over de baan heen geweest. Dat hadden we een keer afgeschaft, maar bij vele vragen toch weer teruggebracht. En ja, goed. U vraagt wij draaien. Het is natuurlijk wel een beetje een mannensport, maar langzamerhand komen de vrouwen toch al langzaam weer in beeld. En het allerbelangrijkste. De teambuilding, iedereen helpt elkaar. Ja, dat is een gezellige dag maken. Kameraadschap. Kameraadschap. Het is het gronk van de trekkers, ook gemoedelijkheid vooral. Het is altijd echt heel gezellig, laagdrempelig. Mensen komen hier graag. Ja, het is gewoon echt de sfeer. En dat is bijna moeilijk uit te leggen als je zelf niet komt. Wolken en zon wisselen elkaar vanavond af. Het blijft droog en in de nacht koelt het af richting een graad of 13. Morgen is de zon volop aanwezig met hier en daar een paar stapelwolken. Het kwik tikt de 26 graden aan en het belooft een warme, zonnige zomeravond te worden. De nieuwe week begint tropisch met 30 graden. Ook in de nacht van maandag op dinsdag is het warm. Dinsdag blijft tropisch, wel neemt de kans op buien dan toe. Vanaf woensdag zakt het kwik iets en is er meer kans op een bui. Dit was Drenthe Nu voor vandaag. Meer nieuws lees je online in onze app en op rtvdrenthe.nl. Een heel fijne avond en graag tot morgen.